gaan we even door met de zomomenten van Bavaria. Het is altijd even afwachten natuurlijk hoe ze zijn. Dit is een omhaal in de Afrikaanse competitie. Nou, zo, hè? Die zit er goed in. We hebben ook wel serieuze momenten. Schitterend dit. Gevaarlijk spel, hè? Ja, eigenlijk wel. Het volgende moment doet ons een beetje denken aan een oud collega van ons... die dat ook in de zaal wel eens deed. Oh, daarvan mogen we... Ja, we mogen de beelden... Wel het, het dramatische is, Emiel Schels is die avond, daar hadden we prachtige beelden van. Ik weet niet of ze ze hebben of dat ze van RTL zijn. Nee, ze zijn van maar Emiel die is daar zo boos om geworden, die is nooit meer teruggekomen. Ja, die was echt zo boos. Ja, dat waren vrij pijnlijke beelden. Via was het toch? Daar speelde hij bij. Via, ja. 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 Maar dit zag er ook goed uit, toch, die man? Wat wilde hij nou? Hij wilde achter zijn stad mee langs, volgens mij. Dat wilde toen Emiel ook destijds, volgens mij, zoiets doen. Oké, hop. Ja. Nee, Emiel had hetzelfde als die keeper van Utrecht had. Die tikte de bal... Ja, die tikte voor zijn eigen voet weg. Links aan de bouw, rechts weg schieten. Ja. Ja, hoe dat nog weer afliep, die wedstrijd trouwens. Die neemt nog niet exportief revanche op PSV, die zoet, hè? Die werden gewoon anderhalf uur dronken gespeeld in Utrecht... en die winnen het potje, ja, dat is niet te geloven allemaal. Sam Stubbs deed het ook op die manier trouwens, schiep nou te binnen. Die deed het ook een beetje... Ja, ook zo. Ook weg. Oh. Sam Stubbs heeft geen minderwaardigheidscomplex. Hè? Die vertelt iedereen wat hij moet doen. Echt waar? Die vertelt iedereen, niemand verstaat hem, maar de hele wedstrijd vertelt hij iedereen wat hij moet doen. Nou, dat heeft al resultaat. Ja, Sam Stubbs. Ja, je bent geen fan, hoor ik wel. Download nu de Veronica Inside app en dan zien we elkaar daar.